Welkom bij Top Names, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Behalve volgende week dinsdag, de laatste uitzending van dit seizoen. Dan reizen we af naar Groningen en zitten we op het kantoor van Voice om de beste, leukste, interessantste Groningse start-ups en innovatieve ondernemers te spreken. Dan ben je van harte welkom. Zoek eventjes op onze website en je kunt je aanmelden via Eventbrite, neem ik aan. Dus kom je uit de omgeving van Groningen, kom volgende week in ieder geval langs. Zouden wij leuk vinden. Zo, Stekel, daar heb ik aan gedacht. Ja, heel goed van je. Gaan we nu met de uitzending beginnen. Eveline Klumpers, je bent van Katalysis. Wat doen jullie? Wij helpen schrijvers, contentmakers, om op een eenvoudige manier blijvend geld te verdienen aan hun content. Kijk, dan ben jij gewoon de gast die wij hier al die jaren al nodig hadden. Ja. Hoe doe je dat? Hoe doen we dat? Nou, wij hebben een plugin ontwikkeld, een WordPress plugin, die je eenvoudig kan toevoegen aan jouw CMS als je WordPress gebruikt. En eigenlijk super simpel. Je schrijft een artikel als journalist. Dan zeg je dat het betaalde content is. Je zegt voor hoeveel je die content wil aanbieden, hoeveel euro. En dan druk je op update. En dan verschijnt je artikel zoals je gewend bent op je eigen website. En aan de andere kant, voor de lezer zit er een betaalknop op. En daar kan je geld op je portemonnee, op je digitale portemonnee zetten. Gewoon euro's of dollars, wat je wil. En als je het artikel wil lezen, dan druk je op de knop betalen. En dan gaan automatisch de waardestromen, de afspraken die de journalist heeft gemaakt, van ik wil mijn artikel voor 1 euro aanbieden of voor 50 cent, gaat automatisch naar de schrijver. Maar is het dus eigenlijk een soort Blendle-knop, zou je kunnen zeggen? Je kan het daarmee vergelijken. Het verschil is dat wij een onderliggende technologie gebruiken, blockchain. En dat zorgt ervoor dat wij de relatie die Blendle bijvoorbeeld heeft met de eindgebruiker, dat wij die niet hebben. Wij leveren alleen de infrastructuur. We zitten verder niet tussen de schrijver en de lezer in. Want je noemde het bewuste blockchain eigenlijk niet als eerste. Heb je gemerkt dat dat alleen maar voor verwarring zorgt? Ik heb gemerkt dat het heel veel deuren opent. Het is echt super makkelijk. Het is echt een enorme hype. Dus ik kom overal binnen en iedereen wil erover spreken, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij schrijvers, contentmakers helpen om digitaal geld te verdienen. De offline modellen zijn online gekopieerd. Freelancers die hebben steeds meer moeite om geld te verdienen aan hun content. Maar ook uitgevers. Uitgevers hebben daar onwijs veel moeite mee. Eerst hadden ze heel veel advertentieinkomsten. Maar die advertentieinkomsten die lopen weg door adblocking. Vorig jaar was het volgens mij mobiel al 90% gegroeid. Ja. En ze zijn voor 40% afhankelijk van advertentieinkomsten. Dus wat uitgevers doen is die logischerwijs moeten hun content beschermen. Want die hebben inkomstenbronnen nodig en die gaan dan betaalmuren opzetten. Dat is logisch, maar het is niet fijn voor de lezer. Want die moet op elk platform moet die zijn data geven. En bijvoorbeeld zelf, als ik dan nieuws wil lezen, dan moet ik naar platform 1 en dan moet ik me daar inschrijven. Moet ik naar platform 2 en me daar inschrijven. En overal moet ik abonnementsgelden voor betalen. Maar ook voor de uitgever is het niet fijn. Omdat je de exponentiële groei die het internet mogelijk maakt, die blokkeer je daarmee. Want je sluit je content af achter een betaalmuur. En nu lijkt het alsof wij ook bijvoorbeeld een betaalmuur opwerpen door die betaalknop. Maar dat is, we zijn nu 1,5 jaar hiermee bezig en we zijn aan het doorontwikkelen. Uiteindelijk gaan we ook donatiemodellen aanbieden, micro-abonnementsmodellen. En dan moet het veel flexibeler en makkelijker worden. Ja, daar wil ik het toch nog even wat dieper in. Want je zegt, wij faciliteren het alleen maar. Je benoemt terecht een hele grote frustratie, denk ik, van iedereen. Ik heb ook 27 accounts bij 27 verschillende mediapartijen, omdat ik af en toe een artikel op het FD lees of bij Blendle of weet ik waar. Daar word je helemaal gek van. Maar je kunt natuurlijk nooit betalen zonder je te registreren. Dus ook bij jullie zul je een account moeten aanmaken. Ja, in een aantal stappen kan dat. Maar we registreren niets van jou. Je meldt je aan met je e-mailadres. Dat e-mailadres dat wordt encrypt op de blockchain opgeslagen. Dus wij kunnen ook niet dat terugkoppelen aan jou. En je uploadt je geld en dat wordt gekoppeld aan jouw account op de blockchain. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Je hebt eigenlijk een digitaal portemonneetje. Ja. Dat is alles. En that's all. Is dat ook... Dus van jou krijgen we nooit een mailtje? Nou, we kunnen dat wel toevoegen als zouden we dat willen, maar dat hebben we op dit moment nog niet. Nee. En de schrijver die beschikt over datzelfde e-mailadres? Kan die deel? Nee, nee, dat nog niet. Nee. Oké, is dat wel een doelstelling? Want je zou natuurlijk willen dat die schrijver uiteindelijk, dat is degene waar ik op afkom, dat die ook beschikt over de data van zijn lezers. Ja, dat is wel een wens die er is, omdat en zeker ook voor uitgevers. De belangrijkste, de waarde is de e-mailadres. Dus daar zijn we wel over aan het nadenken hoe we dat op een AVG-manier goed kunnen gaan toepassen. Ja, dat is nou niet zo eenvoudig. Nee, dat is niet zo eenvoudig. En ik wil nog even terugkomen op die blockchain. Want jij zei het opent heel veel deuren. Het is een enorme hype. We hebben hier heel veel uitzendingen in ons gemaakt over de blockchain. Om dezelfde reden. Het is een hype en iedereen doet er wat mee. Ja. Het heeft ons heel lang gekost om een klein beetje te begrijpen. Weet je, wat nou precies uniek is aan de blockchain en of initiatieven die dan bij ons aan tafel zitten, of je dat nou ook zonder de blockchain had kunnen doen, of weet je wel, wat er nou echt heel specifiek aan is. Dus ook die vraag aan jou. Micropayments goed organiseren voor content, kan je ook zonder de blockchain. Ja. Dus wat is er dan zo uniek aan wat jullie doen? Vandaag de dag, wat we nu doen, heb je geen blockchain voor nodig. Je kan gewoon een centrale database gebruiken. Het is veel eenvoudiger, veel efficiënter, veel sneller. So why blockchain? Yeah. Het gaat voor ons om hoe wij naar de toekomst content willen distribueren over het internet. En voor ons heb je daarvoor een decentrale technologie nodig die door iedereen, alle participanten in het netwerk up and running gehouden worden. We willen een ecosysteem creëren. En blockchain maakt het mogelijk dat verschillende partijen met elkaar kunnen samenwerken, elkaar kunnen vertrouwen, zonder dat daar een centrale tussenpartij in zit. Wat wij doen is wij registreren eigenaarschap en waarde en dat slaan wij op. En omdat we dat opslaan, we taggen eigenlijk uniek een artikel, een soort van nummerbordje, waardoor als het artikel gedeeld gaat worden over het internet, dat altijd we terug blijven linken aan die originele maker en die altijd daarvoor betaald blijft worden. Of welke waarde hij dan ook wil afspreken. Daarom gebruiken wij blockchain-technologie. En dat had je niet op een andere manier kunnen doen? Nee, naar ons idee niet. Ja. De participanten in het netwerk die weten op voorhand welke spelregels er zijn. En als ze het daar bijvoorbeeld niet mee eens zijn, dan is hun artikelen zijn daarmee alsnog van hun. Die blijven van hun, die zijn niet van ons. Dus als wij morgen stoppen, dan blijft hun content online staan. Ja. Hey, en je zei van, we willen een ecosysteem, een groot netwerk, et cetera. Maar eigenlijk, wat voegen jullie toe, of wat wil je eigenlijk toevoegen in de toekomst, anders dan een betaalmiddel? Hè? Zeg maar, het ging er een tijdje over, sommige mensen zeiden, Blendle heeft nu gekozen voor de abonnementsmodellen. Maar er waren mensen die zeiden, wat Blendle moet willen zijn, is de betaalknop van het internet voor content. Hè? Dus als jullie die betaalknop hebben, waar zit dan de toegevoegde waarde in? Nou, de eenvoud voor mij dat als ik eenmaal daar een accountje heb, dat ik overal kan gaan betalen? Of zit er nog meer toegevoegde waarde in dat ecosysteem? Het gaat niet om die betaalknop. Dat is alleen een manier om het contract wat we afsluiten vastleggen op de blockchain, om dat uit te voeren. Het gaat om de achterkant, de backend en wat we daarin opslaan. En het allerbelangrijkste voor ons is dat we de waarde koppelen aan eigenaarschap van de content. Daar gaat het om. En hoe een lezer interacteert met de blockchain aan de voorkant, dat is nu een betaalknop. Maar dat kan. Ik ben daar zelf ook. Persoonlijk ben ik daar zelf geen fan van. Want je moet elke keer mentaal een afweging maken: wil ik dit artikel kopen? Ja of nee? Dat is toch een drempel elke keer, hè? Ja, vind ik zelf ook niet fijn. Abonnementsmodellen gaan we toevoegen, maar het moet wel op een eerlijke manier, die waardestroom moet op een eerlijke manier verdeeld worden over de mensen die in dat abonnement zitten. En je kan ook als freelancer eenvoudig met andere freelancers gaan samenwerken en daar een abonnement voor afsluiten. Omdat we blockchain gebruiken, kunnen we op een veel flexibelere, makkelijkere manier journalisten, schrijvers met elkaar gaan laten samenwerken en die samenwerking waarde aan toekennen. Nou, ik kan even helemaal plat slaan, want weet je, ik zei het aan het begin al een beetje. We hebben natuurlijk veel blockchain-initiatieven aan tafel gehad en uiteindelijk gebruik jij ook al die gehypte kreten. Natuurlijk betrouwbaarheid, decentraal, transparant. Weet je, maar ik zoek even naar om het heel concreet te maken. Want hoe werkt dat dan? Betekent dat dan... Kijk, wat ik een van de echt toegevoegde waarden van de blockchain vind... is dat je aan elke transactie regels kunt toekennen. Moet ik me dan voorstellen, wat jij nu zegt... is dat je zegt, wij maken samen een artikel... en we spreken af dat 70% van de inkomsten naar Ewing gaan... want die heeft er veel meer aan gedaan. En ik heb het alleen maar een beetje zitten redigeren... want zo gaat het bij ons altijd... met presentaties die we doen. Ja. Dus de ik begin steeds meer voor de blog. Als we dat eenmaal hebben vastgelegd, dat betekent dat daarna dat de hele transactiegedeelte transparant en overzichtelijk verloopt. Hoe werkt dat dan? Je kan zeggen, we maken die afspraak. Jij hebt 70% van de inkomsten, jij hebt 30% van de inkomsten. Plus we kunnen zeggen van, we willen dit artikel wat we nu hebben gemaakt, of wat het dan ook is, willen we ook beschikbaar stellen om te delen op andere platformen. En ik ben nu Eveline en ik schrijf ik wil nu een nieuwsstand maken over welk onderwerp ze pakken, bierflesjes. En jullie hebben daar een heel mooi artikel over geschreven. Dan kan ik zeggen van, ik ga nu zoeken naar bierflesjes. En omdat jullie hebben gezegd, dit artikel mag gedeeld worden op andere nieuwsplatformen, kan ik dat op mijn platform zetten. Dus ik kan eigenlijk mijn eigen Blendle of zo maken. En als het bij mij gelezen kan worden, dan blijven jullie de waardestromen ontvangen die jullie hebben afgesproken om het te mogen gaan delen. Ja, want die plug-in, dus die betaalknop, die gaat altijd mee naar die andere platformen. Ik moet die technologie wel gebruiken. Dat is wel zo. Ja, dus dat is geen automatisme. Nee. Dus beperk je ook alleen tot partijen die WordPress gebruiken? Nu wel. En we gaan wel ook bestellen natuurlijk voor andere CMS-systemen. We hebben nu voor WordPress gekozen omdat het op dit moment de meest gebruikte CMS is voor freelance schrijvers. Ja. En we zijn nu in beta met Reporters Online, die gebruiken ook WordPress. We gaan met Innovation Origins, dat is E52, gaan we testen doen. En die gebruiken ook WordPress, dus vandaar dat we daarvoor hebben gekozen. Maar we gaan wel open voor andere API's. Hey, maar als dus Reporters Online kun je nog zeggen, dat is al een soort netwerking van zichzelf. Hè? Dus die hebben... Maar verder is het natuurlijk ontzettend moeilijk, juist als eenling met je WordPress-siteje, om een publiek te bereiken. En van dat publiek is maar een heel klein gedeelte bereid nou eenmaal om te betalen. Dat is nou eenmaal de logica van de wereld. Het is eigenlijk heel mooi dat je die optie biedt. Maar slaan die mensen er een deuk mee in een pakje boter? Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik snap dat je dat hoopt, maar hoeveel mensen zijn er in Nederland die een succesvolle blog hebben? Niet veel, dus we moeten ook naar het buitenland gaan kijken. Ik hoop uiteindelijk de mensen die... kwaliteitscontent moet gewoon betaald worden. Dus er moet een bewustwording zijn bij mensen om daarvoor te gaan betalen. Dat is een hele grote uitdaging. Ik geloof dat met recente gebeurtenissen, ook bijvoorbeeld in wat er in Amerika is gebeurd met in 2016 natuurlijk, dat er enorm veel tegenwind was voor de media daar. Dat je zag dan in de abonnementsmodellen bij de New York Times, de Washington Post, dat steeds meer mensen zich, zeker hoogopgeleide mensen, hoogopgeleid moet ik niet zeggen, geloof ik meer. Oeps, excuus. Mag hoor. Hoe heet het ook alweer? Ik weet het nou niet meer. Maar dat praktisch opgeleide, dat is de andere. Dat mensen die bewust zijn dat die bereid zijn om te betalen voor de journalistiek. Voor kwaliteitscontent. En wij zijn er niet om jou te helpen om geld te verdienen. Daar ben je zelf. Je bent zelf je eigen ondernemer. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen prijsstelling. Maar wat we ervoor zorgen, omdat we zeggen van je kan je content deelbaar maken in het ecosysteem. En we blijven altijd aan jou teruglinken. Dan blijf je geld te kunnen verdienen aan content, wat nu niet mogelijk is. Hey, wat ik aantrekkelijk vond aan jullie optie, en ik volg veel initiatieven op dit gebied. De drempel is normaal gesproken altijd dat je, weet ik veel, Ethereum of whatever it may be, weet je. De mensen moeten eigenlijk eerst ook weer iets anders gaan kopen om iets anders te kunnen doen. En bij jullie is het zo dat eigenlijk de gebruiker of de lezer heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Die kan gewoon met zijn ideal ja. Betalen, toch? Ja. Maar wat maakt jullie dan in die zin... Waar zit het verschil tussen die initiatieven die zeggen... we doen eigenlijk alles op de blockchain... dus we gebruiken ook eigenlijk de betalingsmechanismen... die daar normaal gehanteerd worden. Mm-hmm. Hoe werkt dat bij jullie? Nou, we hebben heel erg gekeken naar hoe mensen vandaag de dag gewend zijn... om betalingen te doen met content. En in Nederland zijn we dan gewend om met Blendle te betalen... het is al zo'n grote stap om te betalen voor content. En dan moet je ook nog eens in de cryptocurrencies gaan betalen. En voor journalisten is het al een grote stap om andere CMS-systemen te gaan gebruiken dan je gewend bent. We hebben gekeken, we willen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van vandaag blijven. En stapje bij stapje kunnen we wel gaan veranderen, maar nu nog zijn we daar nog niet. Daarom hebben we heel erg bewust gekeken van, oké, moeten we gewoon met fiat currencies... Aansluiten bij de... Ja. En een andere reden is dat cryptocurrencies heel erg volatiel zijn. En als journalist wil je geld verdienen en je wil niet dat je de ene maand wel je huur kan betalen en de volgende maand niet, omdat opeens die cryptocurrency helemaal naar beneden dondert. Ja, wat is jullie businessmodel in dit hele verhaal? Transactiefee. Dus elke keer als er een... Percentage? Ja, percentage van nu 20%. Ik hoop dat naar beneden te gaan brengen, drastisch. Maar we kunnen ook naar beneden en naar boven is wat moeilijker. Ja. Ja, en de reden waarom we dat hebben gekozen is omdat we werken met een payment provider en die heeft ook een fee. Ja. Dus jij als journalist kan op jouw dashboard zien hoeveel geld je verdient aan een artikel. En boven een bepaalde waarde, €10, kan je direct terugcashen naar je eigen bankaccount. En daar komt niemand intussen. Je hebt zelf die macht, zeg maar, om jezelf uit te betalen. Ja, en tot die tijd zit het in een wallet. Ja, maar dan kan je het ook terugbetalen, maar dan moet je extra betalen. Ja. Omdat wij anders in de negativiteit komen. Je moet boven die, €10, of is het geloof ik, komen om dat voordelig te kunnen doen. Ja. Je hebt eigenlijk al wel uitgelegd wat de doelstelling is van jullie initiatief, namelijk om de journalisten en ook de uitgevers in de toekomst, want die werken natuurlijk vaak weer niet met WordPress, maar goed, in de toekomst, zei je al, gaan we open voor andere API's. Je hebt goed uitgelegd wat het idee is, maar waar komt die passie bij jullie vandaan? Want je bent met z'n tweeën, hè? Je doet dit niet alleen, 2 founders, inmiddels met z'n 4 op kantoor. Ja, we zijn met z'n 4'tjes, ja. Waar komt die passie bij jullie vandaan om dit te gaan doen? Want jullie kunnen natuurlijk 1001 ondernemingen beginnen. Jullie zeggen, maar weet je wat, we maken zo'n plugin voor journalisten. Ja. Als dit mislukt, gaan we pizzeria openen. Nee, waar komt de passie vandaan? Ik ben in... mijn co-founder Alex en ik zijn gaan praten en we hadden een fascinatie over digitaal eigenaarschap. Ik heb hem leren kennen in een vorige start-up waar we blockchain consultancy services deden. En vanuit daar zijn we gaan samenwerken en zijn we Katalysis gestart. En we zijn begonnen met de fascinatie over digitaal eigenaarschap. Hoe werkt iets nou online? Hoe kan je nou zeggen dat iets van jou is? En toen kwamen we Mark Jellema van Tom Kabinet tegen. En hij heeft een start-up, ja, Tom Kabinet dus. En, is hier ook geweest, ja. Is hier ook geweest, ja. En hij was toen in het nieuws met, als je een e-book hebt en het is van jou, dan kan je er alles mee doen wat je wil. Dus dan kan je het ook tweedehands verkopen voor een lagere prijs. Nou, dat was in ieder geval zijn stelling. Ja. Ja. En de Nederlandse uitgeverij was daar niet zo blij mee. En volgens mij is dat nu bij het Europees Hogere Gerecht gaat dat nu. Ja, een hele mooie case. Ja, super interessant. En hij zei, heel veel mensen hebben tegen mij gezegd dat blockchain een oplossing zou kunnen zijn. Maar dat ben ik het niet mee eens. Iets van die strekking. Dat artikel kwamen we tegen en toen dachten we, ho even, dat kan volgens ons wel. Dus toen hebben we contact met hem opgezocht en zijn we gaan nadenken over hoe zou jij een e-book met blockchain technologie kunnen distribueren. Dus hebben we een kleine library, bibliotheek gebouwd. Een app hadden we gebouwd en hadden we zijn e-book ingezet. En zijn we gaan kijken hoe kan je een digitaal e-book uitlenen. Vanuit daar zijn we begonnen, maar een e-book lees je in een aantal weken. En aangezien ons businessmodel transactiefee is er ook nog andere voordelen zitten aan blockchain technologie, zoals verificatie van waar de bron vandaan komt, dat kan je vastleggen. En er was op dat moment heel veel gedoe in de media. Dachten we, hey, dat is interessant, volgens mij kunnen we ook eens gaan kijken naar artikelen. En zo zijn we in die industrie met heel veel mensen, heel veel journalisten gepraat. Ja, en maar komt uiteindelijk, want daar wil ik even, daar was ik benieuwd naar, het komt veel meer vanuit de fascinatie voor de technologie en wat de blockchain daarin kan betekenen. Ja. Dan dat je journalistieke roots hebt. Hè? Dat je het zelf niet gelukt is om... als freelancer je geld bij elkaar te schrijven? Nou, ik ben zelf freelancer geweest, maar op andere gebieden. En daar had ik wel altijd een gedoe met facturen sturen. Omdat je een één-op-één relatie met je opdrachtgever hebt. En dat is vrij vervelend als je een hele goede relatie hebt. Dat je moet zeggen, je moet wel betalen, je moet wel betalen, je moet wel betalen. En dat kwam ik ook tegen met journalisten. Dus dat herken ik wel, maar ik ben zelf geen journalist. Ja. En dat is naar mijn idee een heel groot voordeel. Want ik, ja, dat zou best kunnen. Ik zie echt totaal geen beren op de weg. Ik vind, overal zie ik een oplossing voor. Ja. Dus ja. Hey, wat zijn jullie ervaringen? Waar loopt het nu en hoe gaat dat? We zijn nu in beta en we hebben nu de afgelopen anderhalf jaar vooral de technologie getest. Omdat het zo nieuw is, zijn er heel veel issues ook met de blockchain technologie zelf. Nu zijn we klaar om op te gaan schalen, dus we willen de technologie nu aan alle artikelen gaan koppelen. Verschillende platformen in Nederland daar een mooie positie bewerkstelligen. Parallel daaraan zijn we in de wetenschappelijke uitgeverij bezig met pilots op internationaal niveau. Uiteindelijk gaat het daar ook om waarde toekennen aan wetenschappelijke artikelen. Dat doen we met Springer Nature, Taylor Francis, Cambridge University Press. Ja, die is natuurlijk heel interessant, omdat wetenschappelijke artikelen hebben vaak vele co-auteurs. Ja. Waar hele ingewikkelde afspraken tussen bestaan, of soms geen afspraken. Daarnaast hebben die uitgevers natuurlijk een lastige rol, omdat ze heel erg hechten aan het papier, omdat dat hun enige businessmodel is. Dus als je dat zou kunnen oplossen, dat je de digitale verspreiding faciliteert en tegelijkertijd tussen de co-auteurs de afspraken kunt vastleggen en dat proces kunt automatiseren, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, dat zou echt super mooi zijn als we dat zouden. Er zijn heel veel problemen daarmee. Waar we nu naar kijken is peer review. Dat is een intransparant proces en er zijn heel veel fraude wordt daar gepleegd. Er zijn steeds meer reviewers nodig en er is steeds minder aanbod. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken. Een volgende fase zou ik heel interessant kunnen vinden. Inderdaad, wat je zegt, die verschillende co-auteurs. Hoe kunnen we die rechten die vastleggen? Plus die abonnementsmodellen die gaan echt de pan uit. Dus het zou heel mooi zijn. Ik wou bijvoorbeeld een artikel lezen over peer review. En dat kostte mij $30. Ja, dan ben ik niet echt heel erg geneigd om dat snel te kopen. Ik moet wel even terugdenken. We hadden vandaag een sessie waarin ook de blockchain aan de orde kwam. Omdat we een aantal grote trends benoemden die op dit moment... waar iedereen het over heeft. We waren met een woningbouwvereniging, daar het managementteam van. En toen zei iemand, en dat heb ik wel een beetje onthouden, toen we het over de blockchain hadden, die zei die transparantie. Hij zei uiteindelijk gaat dat niet werken, want heel veel mensen verzetten zich tegen transparantie. Want zo zit de wereld niet in elkaar. De wereld is niet transparant. De hele wereld draait om vriendjespolitiek. Ik moet eraan denken, want je hebt het over die peer review systemen. Je zegt dat is niet transparant. Nee, dat is niet transparant. Maar er is ook een reden voor. Yeah. Denk namelijk dat heel veel, dat is vriendjespolitiek. Die professoren die reviewen, promotiekandidaten. Die weten precies wat er allemaal net niet klopt in het onderzoek. En die gaan dat natuurlijk niet benoemen. Zo draait de wereld rond. Heeft die man een punt? Dat je zegt, transparantie, waarom moet alles transparant zijn? Hey, ik hoorde vandaag op een conferentie, transparantie is een nieuwe objectiviteit. Wel een punt. Dat vind ik dus echt, dat is persoonlijk mijn fascinatie van blockchain technologie, is dat je verschillende partijen kan gaan laten samenwerken, die normaal gesproken die samenwerking niet aan kunnen gaan. En als technologische partner bij 3 fantastisch grote, mooie wetenschappelijke uitgevers in die discussies te mogen deelnemen, gaat het daarover. Want zij willen die reviewers niet met elkaar delen. Dus hoe ga je dat dan oplossen met die technologie? Dat is voor ons de uitdaging. Die data die gaan we ook niet op de blockchain zelf zetten. Want dan krijgen we ook natuurlijk met wetgeving problemen. Maar ook die uitgevers willen dat zelf niet. Die mate van transparantie. Nee. Nog niet. Misschien dat we daar... En objectiviteit, de oude woord, wil ook niemand. Nee. Want je wil juist stelling nemen. Ja. Je wil juist een betere wereld. Je wil niet alle meningen... misschien zou je het nog wel willen, maar je kunt het niet eens. Nee. Dus wat wij doen is die publiekelijke data, die is gewoon publiekelijk. De data die zij willen delen, delen wij. De data die ze niet willen delen, die encrypten we op bepaalde manieren. En Die gegevens die voeden wij aan een ander industrieinitiatief in de wetenschappelijke wereld. ORCID heet dat, een soort van LinkedIn voor wetenschappers. En wat je dan eigenlijk krijgt is van dit is gepeer-reviewd met een bepaald vinkje. We kunnen andere use cases toevoegen als beschikbaarheid aangeven van reviews. Wat een heel groot pijnpunt is voor veel journals, tijdschriften. Ja. En, maar inderdaad die verregaande vorm van transparantie wil men nu ja. nog niet. Nee. Even een vraag van Twitter. Komt af en toe toch wat binnen, in dit geval van Johan Schaap. Fake news is een belangrijk onderwerp. Je zou denken, als alles transparant wordt, zou dat moeten kunnen. Doen jullie ook iets tegen fake news? Kunnen jullie daar iets tegen doen? Nou, blockchain kan zelf niet nadenken. Nee. Dus wat je kan doen, je zegt waar de oorsprong is van een artikel. Dus jij als journalist uploadt dat artikel. Die registratie hebben wij. En als dat fake is, dan kunnen wij die hele stroom waar dat artikel is geweest, kunnen we terughalen. Maar aan zich een artikel is fake of niet fake, dat kunnen wij niet met een blockchain. Ja, je kunt natuurlijk nooit een inhoudelijke beoordeling doen. Nee, maar we kunnen wel het flaggen als dit is waarschijnlijk niet correct. Ja. Ja, en dat kunnen we, ja. Hey, maar als je nu in de beta-fase mee mag doen, als je nu van start gaat, zitten dan die elementen in wat net Roland zei? Van, we hebben dit stuk met z'n drieën geschreven en 30% is voor mij, 30% voor jou, 40% voor een ander. Is dat nu al de fase waarin jullie ja, de onderliggende technologie die is daar. Wat nu bij Reporters Online gebruikt wordt, is nu voor Reporters Online is betaalde content voor de journalist hoeveel. En in de smart contract, die afspraak die we maken op de blockchain, gaat er nu 20% naar Katalysis ons, 10% naar Reporters Online. Dat staat nu vast. Dat zouden we kunnen heel eenvoudig meerdere partijen toevoegen. Ja. Ja. Hey, en je zei net, we waren toen even bezig met die. We hebben toen een voorbeeld gemaakt van hoe dat met e-pubs zou kunnen werken. Maar ik snap eigenlijk nog niet helemaal, of misschien heb ik het verkeerd begrepen. Waarom dat nu, is het niet eigenlijk, geldt niet elk stuk digitale content kan bij jullie gewoon achter die knop zitten? Als het een boek is, vraag ik misschien 20 euro. En als het een artikel is, vraag ik er misschien 1. Ja. Ja, het is contextagnostisch, dus het maakt niet uit. Wij hebben ons alleen toegespitst nu op deze journalistieke markt. Ja. Ja, en de wetenschappelijke. Hey, en jullie hadden goud kunnen blijven verdienen als consultant in de blockchain-wereld. En je hebt voor de journalistiek gekozen. Nou, dat is altijd een moedig besluit wat wij hier aan tafel zeer toejuichen. Jullie hebben ook gekeken naar hoe groot is die markt dan en wat kunnen we daarvan pakken. Wat geeft jou vertrouwen? Ik hoop dat het een groot succes wordt. Hè? Dat eventjes. Tegelijkertijd ben ik ook een klein beetje cynisch over alle initiatieven die er al geweest zijn om betaalmodellen en waar mensen voor willen betalen, et cetera. Dus ik hoop dat jullie een groot succes worden. Maar ik zelf twijfel er een beetje aan. Wat doet jou geloven dat dit... Dat iedereen die ik in de journalistieke branche spreek dit antwoord geeft. Er is hoop, maar er zijn zoveel initiatieven geweest en niets is de holy grail gebleken. En ik weet zeker... Jij gaat zorgen dat je er bent. Ja. Nou, kijk, dat vind ik een fantastisch uitgangspunt, want je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Als je dat niet doet, dan... En het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat de content op waarde wordt ingeschat. En of het monetaire waarde is of andere soorten waarde, reputatiewaarde, dat maakt voor ons niet uit. Hey, als mensen, jullie zitten nog een beetje in die vroege fase, maar als mensen met jullie technologie van start willen, vanaf wanneer verwacht je dat je het opener kan gaan stellen? Eigenlijk heel snel al. Eigenlijk al over 3 weken ongeveer, vanaf juli. Ja. Ja, spannend. En nu kunnen ze me al een mailtje sturen om het mogen te gaan bekijken en gebruiken. Ja. Oké, super. Nou, heel erg... ja, we gaan je volgen. En, spannend. Misschien gaan we verder op een WordPress-site. Jij hebt een WordPress-site. Jij zit daar. Oh, wij ook. Ja. Ik zou je zo een linkje sturen. Ja, dan moeten we geld gaan vragen voor onze artikelen. Ja, dat zou kunnen. Ik ben er wel klaar mee eigenlijk ook met dat gratis gedoe, weet je wel. Gratis kan ik de rest van mijn leven nog wel weer... Maar goed, dat terzijde. Hey, vergeet niet te zeggen dat we volgende week in Groningen zitten voordat je afsluit. Nee, dat is leuk, man. Ik heb er zin in. Volgende week dinsdag, laatste uitzending van dit 8e seizoen Top Names. vanuit Groningen. De tweede keer dat we naar Groningen toe afreizen. Altijd mooie mensen, mooie gesprekken, mooie ondernemers. Dus kom je uit die omgeving, wees van de partij. We zitten die dag op het kantoor van Voice. En kijk even op de... Ja, trouwens, als je in Amsterdam woont en je hebt zin om mee te gaan, dan kun je zelf nog meerijden. Een busje huren met z'n allen. Ja, er is vast een deelplatform wat we kunnen inzetten. Ik heb ook nog 2 stoelen in de auto over. Dus ga je iedereen die... Ga je met het niet aan, of niet? Nee, we gaan met... Oh, daar heb je nog wel veel meer stoelen. Want ja. Echt, de auto, die is leuk, man. Kijk, de voorbank is gewoon één grote bank. Ja. Kan je gezellig met z'n 3 op zitten. Ja, hartstikke gezellig. Ja. Duurt even iets langer om dan naar Groningen te rijden als je tegenwind hebt. Maar goed, dat allemaal terzijde. Hopelijk veel mensen volgende week van de partij. Wij hebben er zin in. Dit was in ieder geval de laatste uitzending van dit seizoen vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Freedom Lab natuurlijk bedankt. Want wij gaan de komende 2 maanden... op zomerstop. We bedanken verder zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Bier & Co voor de biertjes. En Jetstream uit Groningen volgende week ongetwijfeld in de zaal. Stef, we zien je dan voor de livestream iedere week weer. Hopelijk tot volgende week. Dankjewel. Dag.